Mevrouw Van Empel, we staan hier voor een gesloten deur van de storm. Wanneer gaat die voor het eerst weer open, nadat na 5 juni de mogelijkheden voor voorstellingen weer aanwezig zijn? Nou, aanstaande vrijdag en aanstaande zaterdag hebben we 2 dubbelconcerten van Maartje Waanders en The Wanderers en Simon Veenstra. En hoeveel mensen kunnen er dan aanwezig zijn? Er kunnen dan 60 mensen aanwezig zijn, want we doen het in 2 groepen van 30. En dan wissel je van zaal. Formeel mogen we 50 mensen per zaal hebben, zeg maar, op dit moment. Maar op die manier kunnen we inderdaad ook toneel op toneel doen. En dat is voor het publiek natuurlijk ook wel heel erg leuk. Nou, zou je kunnen zeggen dat corona 2 theaterseizoenen behoorlijk verpest heeft? En het volgende seizoen is mogelijkerwijze weer het eerste dat weer volledig zou kunnen zijn. Maar wat kunt u nog doen in het staartje van dat tweede seizoen? In het staartje van het tweede seizoen hebben we nog een paar voorstellingen staan, zoals ik al zei, dit weekend. We hebben een paar kindermusicals van de scholen nog staan. Als het goed is, komt Hans Kazan nog hier. Dat is via Omroep Max loopt dat begin juli. Ja, en dan beginnen we echt 1 september alweer. En ik heb net 5 minuten geleden gehoord dat Bert Visser 1 en 2 september komt om in te spelen voor zijn programma wat opgenomen wordt in de Oosterpoort in Groningen. En daarna komt Herman van Veen en we hopen echt dat we dan tegen die tijd toch weer met volle zalen mogen werken. Hoe heeft u nou de afgelopen anderhalf jaar als directeur van een theater dat eigenlijk vol moet zitten, zich gevoeld? Nou, zo af en toe heel erg wanhopig, maar door de band genomen gewoon toch wel, omdat je ook met ik heb een onwijs leuk team, dus we hebben echt met z'n allen gewoon elkaar af en toe wel moed in moeten praten. Maar je bent alleen maar bezig geweest met dingen, ik roep wel eens, ik had ook logistiek manager kunnen zijn, ik ben alleen maar bezig geweest met dingen verplaatsen, et cetera. Ja. En alles kost gewoon veel meer tijd. Want ook zoals we hebben natuurlijk een enorm groot cultureel omveld hier in Winterswijk. En alles, bij alles is het wat als, dus je moet met alle gesprekken, ook met amateurverenigingen, et cetera, hou je er rekening mee van, ja, maken we er een hybride event van, kunnen er 30 mensen in de zaal, kunnen er 100 mensen in de zaal. En die zaten natuurlijk ook nog met grote problemen, dat ze niet konden oefenen. Dus, als alles mee zit, krijgen we een onwijs druk seizoen volgend jaar, want alles is gewoon doorgeschoven. Een onwijs druk seizoen voor de boeg, maar ja. U stopt op 1 oktober, dus u maakt nog even het begin mee. En ja, dan is het. Kom ik al stiekem af en toe een keer kijken, hoor. Dat snap ik. Maar de dynamiek van. Ik heb enorm die dynamiek gemist. Ik moet zeggen, ik ben heel erg blij. En dat heb ik al wel eerder gezegd met de jongens van de techniek. Die hebben echt gewoon alles gedaan wat ze de afgelopen jaren niet aan toe zouden komen. Met mijn hoofd marketing. Die is nu volop bezig om het hele seizoen weer in de stijgers te zetten. Kortom. Het staartje van het seizoen was een kleine 10 voorstellingen. Ja. En het volgende seizoen, zeg maar vanaf 1 september, eigenlijk volgeboekt. Althans, volgeboekt. 100 voorstellingen staan meer. Er al. Ja, 105 staan er, 105 staan er nu. En ondertussen staan er ook al heel veel amateurvoorstellingen. Maar ook het hele gebeuren rondom 5 mei, wat nu al steeds uitgesteld is, komt dan weer terug. Dat soort zaken allemaal. Er komen een grote beurs komt eraan. We hebben een paar hele grote symposia staan in september al, waarvan ook de vraag is, wordt dat een hybride event of niet? Dus alle dingen kosten gewoon veel meer tijd als normaal. En dat is op zich niet erg. Hybride event betekent dan deels in de zaal, deels via afhankelijk digitale mogelijkheden. Ja, afhankelijk van hoeveel mensen we binnen mogen hebben, wordt het ook opgenomen en is er een livestream. Dus dat soort dingen dus allemaal. En dat is leuk, dat is ook weer een leercurve geweest, om het zomaar eens te noemen. Ja. U kunt niet wachten om de deur weer open te doen? Nee, ik kan echt niet wachten om de deur weer open te doen, nee.